Hallo allemaal, welkom. Zondag 17 september alweer. En we zitten met een praktisch probleem in het weer. We hebben gisteravond, zoals verwacht, een aantal verspreide regenbuien gekregen. En ook in de loop van de nacht zijn er nog een aantal over onze regio getrokken. De meeste zaten in het noorden van de regio en landinwaarts. Het westen is een beetje minder bedeeld geweest. Maar die buien die hebben er wel voor gezorgd dat er veel vochtiger lucht binnengelopen is. De atmosfeer is vochtig geworden en daardoor hebben zich lage wolken gevormd. En daar moeten we vanochtend eerst rekening mee houden en ook mee afrekenen. En dat laatste, ja, dat zal moeilijk gaan. Die wolken die zijn hardnekkig en die blijven echt wel hardnekkig hangen. Vanochtend moeten we niet al te veel zon verwachten. Die zon die raakt daar maar heel moeizaam en moeilijk door. Ze probeert wel te knabbelen vanuit het zuiden en het zal uiteindelijk ook wel lukken. Want de verwachting is wel dat in de loop van de dag er toch overal een tijdelijke zonnige periode zal zijn. Maar ja, het gaat moeizaam, het duurt ook langer en daardoor zitten de temperaturen ook lager. Vanochtend een lange tijd tussen 18 en 20 graden, want de voorbije nacht was heel zacht. Vanmiddag loopt die temperatuur dan toch op naar een 21 tot 23 graden. Een beetje afhankelijk van hoe snel die zon erdoor geraakt en hoe lang ze uiteindelijk zal schijnen. Het laatste, ja, dat is belangrijk, want later in de middag neemt de bewolking dan toch weer toe. En komende avond en nacht kunnen er weer regen- en onweersbuien opduiken. De wind zit daarbij in een eerst oostelijke richting, waait zwakjes en draait in de loop van de dag geleidelijk naar het zuiden. Vanavond en vannacht, en dan is een waarschuwing toch op zijn plaats, kunnen er een aantal regen- en onweersbuien vanuit Frankrijk binnenlopen. Dat zijn mogelijk felle buien met veel neerslag, eventueel ook wat hagel of een aantal windstoten erbij. Niks heel abnormaals, eigenlijk wat je mag verwachten bij een onweer, maar er kunnen wel een paar felle buien tussen zitten. Nu, waar en wanneer precies die buien vallen, dat is nooit te voorspellen bij onweer. Dat moet je altijd een beetje op het moment zelf gaan bekijken. En dan kun je kort voordien gaan zeggen waar de buien precies opkomen. Als het nodig is, stuur ik via sociale media daarover wel updates. Als het gewone buien zijn, ja, dan natuurlijk niet. Vanavond en vannacht gaat het dan wel weer heel zacht blijven. De minima blijven rond een 18 graden zitten, net als de voorbije nacht. En dat zijn toch wel uitzonderlijk zachte nachten voor september. Maar dan gaat het er toch wel een beetje vanaf. Ik zet er de pluim bij. Dan zie je dat we morgen en overmorgen in wisselvalliger vaarwater terechtkomen. Het zag er allemaal eerder wel veel spectaculairder uit. Het is allemaal een beetje afgezwakt. Maar het wordt toch wel herfstiger. Zeker maandag en dinsdag moeten we rekening houden met een wisselvallig weerbeeld. Overdag is dat een mix van wolken en opklaringen met kans op een paar verspreide buien, maar zeker geen lange regenperiodes. Die zouden er telkens pas in de avond- en nachtperiode aankomen. En de temperaturen, ja, die krijgen een duw. Morgen nog niet direct. Morgen halen we nog wel een 22, 23 graden. Maar dinsdag zouden we die 20 lang niet meer halen en moeten we tevreden zijn met een 18, 19 graden. Nu, lang duurt dat niet, want als je kijkt naar de pluim voor woensdag, en dat was gisteren al te zien en wordt vandaag bevestigd, dat zou dan weer een betere dag worden met meer opklaringen, droge periodes en ook weer hogere temperaturen die toch weer naar 3, 24 graden zouden kunnen oplopen. Heeft onder andere te maken met de resten van tropische orkaan Lee die boven de Britse eilanden komt te liggen en die stuurt eigenlijk een portie zachte lucht naar ons waar we dan woensdag mee te maken zouden krijgen. Donderdag, vrijdag, dan wordt het wel weer wisselvalliger, krijgen we weer storingen binnen met perioden van regen of een aantal verspreide buien en opnieuw lagere temperaturen. Maar nadien zou het dan weer zachter worden. Dus kort samengevat, ja, een echte doorbraak van herfstig weer dagen aan een stuk lijkt het niet te worden. Het zouden eerder herfstige perioden zijn, met tussenin toch nog betere dagen. Zo, bent weer helemaal bijgepraat. Graag bedankt voor het kijken. Tot morgen. Dag.